het nieuwe jaar. Waar gaan we weer door met wijn? Ja, ik was wel van plan. Harry, goedemorgen. Ja, natuurlijk door met wijn. Een glas wijn per dag is gezond, hoor. Dat is wel mijn advies. Zo'n glas? Ik zeg een glas wijn. Dus de inhoud, ja, dat laten we eventjes aan de mensen zelf over. Hoe kom je nou in zo'n groot glas? Kopen? Nee, ja, dat was leverancier van ons. Die zei van, nou, dat is leuk. Het staat bij mij op kantoor altijd. Maar ik denk, neem even zelf mee in deze Tielemankeuken om een beetje sfeer erin te krijgen. Ik dacht, je gaat zwemmen in Bacardi Lemon of zo. Heb het fijn in een glas rode wijn. Ook goed? Ja. Vertel eens. Ja, nou kijk, de wijn van de week, Révélation. En ik ben fan van dit wijngebied, de Languedoc. Kijk, Bordeaux, dat kennen we allemaal. Dit is eigenlijk de enige Bordeaux die uit Zuid-Frankrijk komt. Echt uit Zuid-Frankrijk, met een knipoog van Hamersma. Kijk, de Bordeaux's die we kennen waren vaak wat schraal, wat dun, wat hoger in de zuren. Maar in de Languedoc maakt de familie van de Bardet Clément, Laurent Delaunay, maakt dit. Cabernet Sauvignon met Merlot. 60% om 40. Ik vind het een lekker licht wijntje. Ja? Ja, ik vind het wel lekker. Ja, nou, het is licht in die zin. Het is heel op smaak, zeg maar. Het is toegankelijk. Het is vol. De Cabernet die maakt het wat krachtiger, wat kruidiger. De Merlot maakt hem een zacht, mondvullend gevoel. En hij kost slechts €8,60. En dan heb je heel veel wijn. Dit vind je in de Bordeaux voor €8,60 niet. Dan betaal je zo €20, €25 voor een wijn. Zeg maar, onze smaak is veranderd in de afgelopen jaren. Kan je dit wegleggen? Ja, kan wel, maar ik vind het zonde. Want dit is juist een wijn die we laten maken om iedere dag te consumeren. Dus lekker in die keuken, hapje, wat stoofschotels. Het is stamppottenweer, dus het past perfect bij je stamppot. Of je nou boerenkool, hutspot of wat dan ook. Is het zo'n wijn die zo'n lekker warm gevoel heeft. En heel betaalbaar. Kijk eens aan. Wat denk je nou dat de mensen in Nederland veel meer wijn drinken dan 10 jaar geleden? Ik denk het niet, ik weet het wel zeker. Ja. Kijk, wijn staat onderhand op het boodschappenlijstje. Naast brood, kaas en melk staat ook wijn. En wijn is gewoon moet een beetje sfeer in huis brengen. De Nederlanders weten steeds beter wat ze gaan drinken. Hè. Ze zijn kundiger geworden, ook mede door dat ik elke week bij jou dit vertel. En wat ook heel leuk is om te vertellen, dat goede wijn, ik had er net met een van jouw gasten ook over, het hoeft niet zeg maar €20, €30 per fles altijd te kosten. Kijk, als je iedere dag een glaasje neemt, groot of klein, wil je dat ook heel betaalbaar houden. En ja, het is voor mij de kunst om met die wijnmakers, en daarom komen we ook in de Languedoc bij Révélation terecht, om te zoeken naar veel wijn voor relatief weinig geld. Oké, nou dan ben je vandaag goed ingeslaagd. Nou, dankjewel. Kom gauw nog eens terug, volgende week. Ja, zet hem agenda hoor. En u kunt het vanaf nu gewoon bestellen, zoals gebruikelijk. Ja, werkdagen voor 6:00 de volgende dag in huis.